Ik sta hier voor het huis van Maria, een van de grannies die in het Adopt a Granny programma van Dorcas in Moldavië ondersteund wordt. Sponsor Astrid is bij haar. En nou, zij hebben een hele warme ontmoeting. Ik mocht er even bij zijn. Maria heeft zich uitgesloofd, allemaal lekkers gebakken. En nou, ze zitten te praten over ja, hoe het leven is, wat hun raakt, wat goed gaat, dingen die moeilijker zijn. Oké, Astrid, we hebben net jouw granny bezocht. Jij hebt net jouw granny bezocht. Kan je vertellen hoe dat voor je was? Ja, ik ben heel blij dat ik mijn granny heb gezien. Het ging haar redelijk goed. En het maakt mij gewoon gelukkig dat je met een kleine support voor mij zoveel voor haar kan betekenen. En, het is gewoon heel fijn om haar te zien, om haar te horen, om haar, hoe ze leeft, hoe ze zichzelf toch redt, hoe dankbaar ze is, hoe gelukkig ze is, maar ook door de steun van haar geloof. Dat haar op de been helpt. Ja. En heb je ook het idee dat het Adopt a Granny project waar zij in zit verschil maakt? Ja, juist heel veel. Ja. Juist heel veel. En waar zit hem dat in? Ja, in de kleine dingen die ze nodig heeft ontvangt van Dorcas. En dat maakt het verschil, dat ze het vol kan houden. En dat is gewoon heel belangrijk.